Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan vlogmania. De familie Kik vlogt elke dag. Daardoor kunnen de kinderen niet naar school. Want ja, er moet gevlogd worden. Dus ik ga u toch een officiële waarschuwing geven. Uw kinderen moeten volgens de wet gewoon naar school. Sorry hoor, meneer de leerplichtambtenaar. Is toch wel een uitzondering voor bekende vloggers? Nee, vloggen doet u maar gewoon na schooltijd. Zal ik u anders even een lekkere massage geven boven? Pardon? Nou, dat u dan even een oogje voor ons kunt dichtknijpen. Ja, ze geeft een heerlijke massage, hoor. Kikkertjes, wij zijn de familie Kik! En vandaag gaan we naar... een kasteel! Mogen we dan vanmiddag nog naar school? Houd toch eens op over school! Jullie zijn vloggers, accepteer het nou ja, eens! Ja, kasteel is super vet, man! Ja. Hey, misschien zijn er wel spoken! In een echt kasteel, jongens! Dat is toch vet, man! Kikken, man! Hé, hey, Delano, niet erin vallen, hoor! Kom eens op! Er zit een krokodil in. Krokodillen? Hij is echt zo gek als een deur. Echo! Kijk dan, dat is een put. Dat iedereen behoeftes... Behoeftes. Gewoon kakken, scheiden, piezen. Ga erin dan. Hier, let op. Ga erin. Doe het lekker zelf. Even voor die vlog. Kom op. Oh, god. Bom. Kijk, man, een smal trappetje. Ja. Hier, kijk dan. Hey. Dat mag niet, pa. Hè? Dat mag je niet. Jongen, er zijn de vloggers. Hallo, wat zeg je? Hey. Hey, luister, ik snap dat jullie het niet altijd even leuk vinden, maar we doen het wel voor jullie, hè? Jullie krijgen een hele grote toekomst, hè? Als jullie een beetje meewerken, krijgen een hele grote toekomst. Ja. Hè? Hoef je helemaal nooit meer naar school? Nee, hoef je nooit meer naar school. Hoef je nooit meer te studeren, helemaal niks meer. Jullie krijgen weer naar een aflevering Blik op de Weg. Delano, ik ben je vader. Kijk even, een vette kruisboog. Pap, dat mag je niet aanraken. Hey, dat zijn vloggers, toch? Ja. Blijf op je hoofd, Zet op je kaars, dan schiet ik hem door. Jongen, kom op dan, man. Ik doe het wel. Doe jij. Moet jij even filmen. Deze moet jij even filmen. Ja. Even filmen. Ja. Niet meer schieten, hè? Film dit. Ja, niet meer schieten. Jullie zijn echt gek. Dit leven is gevaarlijk. Yo, ik doe dit elke dag in games, man. Ik ben een sniper. Ja. Ik ben een sniper. Ja. Jullie zijn echt gek. Hé, hey, vertrouw me niet. Dit is geweldig. Echt waar. Ik denk echt dat we naar de EHBO moeten, hoor, man. Nee, hoor, ik trek mezelf wel even uit. Nou, we hebben dus toch de ambulance moeten bellen, want die pijl zit dus kennelijk helemaal dwars door zijn voet. En die moet er in het ziekenhuis uitgehaald worden. Blijf dit filmen. Ja. Doei, mam. Wat gaan jullie doen? Naar school. Ga maar. Goed, als jullie dit een leuke video vonden, geef er even een duimpje omhoog. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Doei! Gamevloggers Ans en Johan nemen het vloggen heel serieus. Ans, waar heb je met je haar gedaan? Geverfd? Ja, dat zie ik. Is het een grap? Nee, Johan, dit is personal branding. He, als je succesvol wil zijn als vlogger, dan moet je ook een beetje aan je imago werken natuurlijk. Met blauw haar? Ik ga niet met jou zo zitten vloggen, sorry. Dan verf ik het wel weer in mijn eigen kleur, Johan. Ja, lieve mensen, daar zijn we weer. Ans en Johan en het is weer Memory tot 12 uur vannacht. Ja, en ik heb de vorige keer natuurlijk knetterhard gewonnen. Dus ik ben heel benieuwd of jij die revanche pakt bij de kladden. We gaan het zien, Johan. Even kijken, hoor. Ja. Ik heb hier een doedelzak en een piano. Wacht even, Ans. Daar zit hier een mug. Ah, Johan, laat die mug. We zijn live. Nee, ik ben al geprikt. Ik voel jeuk hier. Ach, die jeuk die moet je gewoon negeren, Johan. Speel het spel verder. Nee, ik ga hem eerst doodslaan, anders kan ik me niet concentreren. Nou, neem de camera mee, want dan kunnen we gewoon doorspelen.
Sorry hoor, kijkers, maar ja, de muggen moeten altijd Johan hebben. Ja, op zoek naar de elektrische vliegenmapper. Wij waren laatst op vakantie, gingen we slapen in onze onderbroek zonder deken. Wat denk je? Had Johan 30 muggenbulten en ik niet één, nul. Daar geloof je toch niet? Maar dat komt ook omdat zijn zweet net wat meer stinkt. En dat heeft er ook mee te maken, denk ik, hè? Johan, kom je, het is jouw beurt. Mensen zitten te wachten. Natuurlijk, want the game must go on. Ja? Ja, ik heb hier een piano en een harp. Och. Wacht. Ik hoor hem. Ja, daar zit hij. Wat is het? Daar zit hij. Wacht even. Hier. 1, 2. Oeh. Oh, Johan! Och, je sloopt mijn hele vaas. Die heb ik nog van Gerda van de struik gekregen. Oh, dat vind ik heel erg. Ruim het maar op en koop maar een nieuwe. Ik wil precies dezelfde. Sorry, Hans. Ja, sorry, Hans. Koop ik natuurlijk niks voor. Ik ga weer draaien, lieve kijkers. Ja, ik kom ik heb hier een harp en ik heb een dwarsfluit. Oh, wacht. Ik zie hem. Johan, kom nou hier. Hij zit hier. Hij zit hier. Oh. Oh. Johan! Och, je verstoort hier de hele memory vlog. Heb het in de gaten? Ja. Meekomen. Schiet op, jij. Wacht. Wat is er? Hans. Wat? Stil blijven zitten. Wat dan? Hij zit op je achterhoofd. Waag het niet, Johan. Niet op mijn hoofd slaan. Ik wil geen schok van een enge ding. Blijf stilzitten. Jij krijgt een schok. Ik pak hem zodra hij opstijgt. Vredesnaam, Johan. Doe voorzichtig. Sorry, kreeg jij een schok? Ja, maar het gaat wel weer. Heb je hem nou gevangen? Ja, en of ik hem gevangen heb. Hier hebben we hem. Morsdood. Nou, kijkers, we kunnen weer verder. Ja, kijkers, dat vind ik natuurlijk wel leuk. En ook wel spannend dat die jager in Johan en Ene zo loskomt, hè? Ja, goed. Nou, dan ga ik eens eventjes hier een piano omdraaien. En eens even kijken. En nog een piano. Hoppa! Zo, lieve mensen, gewoon blijven kijken. Want Johan en ik zitten hier nog tot 12 uur nacht, hè, Johan? Ja. Vlogmeisje Emma maakt elke dag filmpjes voor haar knutselvlog. Maar ja, soms kan ze een keer een dagje niet. Pap, Lisette komt zo ophalen, want dan gaan we naar de verjaardag van Noortje. Oké. En daar gaan we dan blijven slapen, want Noortje wil graag sleepover. Ja, prima. Veel plezier. Ja. Wil jij dan nog één keer mijn knutselvlog overnemen, Piet? Nee. Dat ga ik niet meer doen. Had je het vanmiddag maar moeten doen, schat? Maar toen had ik huiswerk. Ik ga die vlog niet meer overnemen. Ik heb er geen zin meer in. Basta. Maar je weet niet hoeveel die vlog voor mij betekent. Het is echt mijn alles. Alsjeblieft niet huilen. Niet huilen, alsjeblieft. Wil jij het doen? Oké, ik doe het. Oké, super pap. Je bent de beste. Tot je dan morgen. Goeiedag. Ja, weer geen Emma. Ik ben de vader van Emma, Freek. Emma had een verjaardag, maar ze was vergeten dat het met logeren was. Dus ze komt morgen pas terug. Dus vandaar dat ik deze vlog van haar overneem. Vandaag gaan we een anemoonbloem maken van 3 kleuren papier. Begin bij stap 5. Stap 5, lijm nu de stroken vast aan de binnenkant. Dat snap ik niet. Welke binnenkant? Is dit een vervolg of wat? Ja, ik ga er toch even bellen. Emma! Je moet me even helpen. Wat bedoel je met stap 5? Lijm nu de stroken vast aan de binnenkant. Wat zeg je? Je bent niet te verstaan. Nog een keer. Laat maar zitten. Laat maar zitten. We gaan zelf wel aan de slag. Hup. Zo moeilijk kan het niet zijn aan de molbloem. Dit is de onderkant. Deze erop. Dit zal de bovenkant wel zijn. Nog een beetje lijm. Kijk eens. Vouwen we die blaadjes een beetje naar binnen. Dit is veel te priegelig. Of mijn vingers zijn gewoon te dik. Kan die bloem niet groter? Wat is dit? De stuifdraden. Nou. Ook een beetje lijm. Jongen, jongen, wat een gefrimmel. Dit zijn veel te kleine stukjes. Zijn dit die stuifdraden? Dat ziet er toch niet uit? Ik kan hier geen raad mee. Beetje wat, laat maar zitten. Dit is niks. Dit is gewoon veel te priegelig voor mij. Ik zie dit liggen. We gaan gewoon een muizentrap maken. Dat deden wij op de basisschool. Dat is hartstikke leuk. Het is gewoon simpel. Zo. Hap. Waarom was het zo ingewikkeld? Gewoon eenvoudig hier. Maak een muis blij met een trap. Kijk eens. Hartstikke leuk. Dat was het. Succes ermee. Dag. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlogzacht.